Je wilt starten met webarchivering, maar hoe gaat dat nu in zijn werk? Waar begin je en welke kennis heb je nodig? Bij webarchivering leg je web- en social media informatie vast, met als doel dit te bewaren voor de toekomst. En dit gaat als volgt. Eerst bepaal je wat je wilt archiveren. Een website, een enkele pagina of een heel domein bijvoorbeeld. En gaat het alleen om tekst of wil je ook afbeeldingen, films en andere dynamische content vastleggen? Daarna kies je de tool die dat het beste voor jou kan doen. Dit programma scant de door jou geselecteerde website binnen de parameters die jij meegeeft. Deze programma's worden ook wel harvesters of crawlers genoemd. Ze maken een kopie van een website door de verschillende pagina's te bezoeken en vast te leggen. Om zeker te weten dat alle relevante informatie is opgenomen, wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Als alles naar wens is, wordt de informatie opgeslagen in een container en wordt metadata toegevoegd zodat het goed terug te vinden is. Voor webarchivering is de internationale standaard een zogenaamde WARC-file. Daarna wordt het duurzaam opgeslagen en toegankelijk gemaakt, zodat het later weer kan worden opgevraagd. Er zijn verschillende manieren van webarchivering. Bij domain crawl haal je zoveel mogelijk websites binnen, maar dat doe je maar oppervlakkig, één of twee niveaus. Bij een selective crawl probeer je de hele website binnen te halen en al het materiaal wat er op die website aanwezig is. Het is interessant om beide methodes te gebruiken, zowel de domain crawl als de selective crawl, omdat je bij de domain crawl een beeld krijgt van de nationale websfeer. Dus alle websites die zich bevinden in een nationaal domein en ook de verbanden tussen die websites in kaart kunt brengen. Bij een selective crawl krijg je een goed beeld van al het materiaal dat zich bevindt in één website. Dus de combinatie van beide methodes geeft een uitstekend beeld van wat er aanwezig is in een nationaal domein. Er is dus nogal wat om rekening mee te houden. Welke techniek er beschikbaar is, welke kennis je nodig hebt, hoe je om moet gaan met de grote volumes data en waar je juridisch tegenaan kunt lopen. Veel kun je leren van instellingen die dit traject al hebben doorlopen. Beeld en geluid archiveert websites vanuit haar functie als audiovisueel archief. Dus in eerste instantie zijn we dat gaan doen om programmawebsites en omroepwebsites te archiveren. Inmiddels archiveren we ook brede websites om een beeld te schetsen van de ontwikkeling van de mediageschiedenis online in Nederland. We zien dat naarmate websites dynamischer worden, dus bijvoorbeeld dat ze gebruik maken van externe databronnen als Twitter feeds en noem maar op, maar ook naarmate ze meer gebruik maken van JavaScript, dat websites heel dynamisch maakt en interactief, dat ze veel moeilijker zijn om goed te archiveren, om ze te vangen. En we moeten daarom op zoek naar nieuwe methoden en misschien zelfs wel nieuwe strategieën om die webcontent veilig te stellen voor toekomstige generaties. We hebben de afgelopen tijd een aantal tools getest. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij een commerciële aanbieder. En zij hebben een tool ontwikkeld en dat hebben ze in huis gedaan, waardoor ze eigenlijk alles voor ons kunnen regelen. En we hebben daarbij gezien dat heel veel dynamische content bij hun wel instroomt in ons archief. Op verschillende momenten in het proces van webarchivering krijg je te maken met juridische aspecten. Zo heb je altijd toestemming nodig van de eigenaar van het originele materiaal en moet je rekening houden met intellectuele eigendomsrechten en het portretrecht. Het grote probleem waar we tegenaan lopen bij het archiveren en vooral ook het toegankelijk van maken van websites is de auteurswet. Voor al die onderdelen van websites, dat zijn er best veel, tekst, beeld, films, etc. berust allemaal auteursrecht op, dus voor al die onderdelen moet je toestemming vragen. Dat is eigenlijk niet op te lossen omdat het zoveel is en per website, dus dat kan je alleen maar gezamenlijk doen. Samenwerken is dus essentieel. Het netwerk Digitaal Erfgoed brengt verschillende partijen bij elkaar. Onder andere binnen de Nationale Expertgroep Webarchivering. Expertgroep Webarchivering is opgericht binnen het netwerk Digitaal Erfgoed. En binnen die groep zitten verschillende experts van verschillende webarchieven in Nederland. En dat zijn dus van bijvoorbeeld het Nationaal Archief van de Koninklijke Bibliotheek, Beeld en Geluid of Regionaal Archief Dordrecht.
En het idee erachter is dat we allemaal verschillende doelen hebben voor webarchivering, maar dat we wel tegen dezelfde problemen aanlopen. Dus door de kennis van die verschillende experts met elkaar te bundelen, kunnen we proberen om die problemen ook gezamenlijk op te lossen. Het Nationaal Register aan gearchiveerde websites is opgericht binnen het netwerk Digitaal Erfgoed. En dat is een overzicht waarin staat welke websites in Nederland gearchiveerd zijn, sinds wanneer en door wie. Het zal gebruikt gaan worden door de erfgoedprofessionals en door de medewerkers van de verschillende webarchieven om te zien wie wat archiveert en dus onnodige dubbelingen te voorkomen. Uiteindelijk zal het ook een tool moeten zijn voor de eindgebruiker om te zien waar dat hij terecht kan voor een bepaalde gearchiveerde website. Als je wilt beginnen met webarchivering, moet je vooral niet bij het begin beginnen en niet het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Zo is er bijvoorbeeld een stappenplan ontwikkeld door het netwerk Digitaal Erfgoed die een organisatie kan helpen bij het beginnen met een webarchief. Dus bijvoorbeeld, hoe maak ik beleid op webarchivering? Welk gereedschap gebruik ik? Voor overheden is er een vergelijkbare tool gemaakt door het Nationaal Archief. Dat is een handreiking webarchivering. En in die handreiking staat hoe verschillende overheden kunnen beginnen met het archiveren van een website. Dus hoe bewaren zij een website voor de lange termijn? Als je bezig bent met webarchivering, sta je er dus niet alleen voor. Het netwerk Digitaal Erfgoed brengt erfgoedinstellingen samen en werkt zo aan een meer integrale aanpak van webarchivering in Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van het netwerk Digitaal Erfgoed.